Hoi allemaal, leuk dat je meedoet met deze video. Ik ben juf Christel en vandaag gaan we oefenen met de woorden van klein naar groot. Ik heb 5 boeken gepakt en we gaan eens kijken welk boek er het kleinste is en welk boek het grootst. We beginnen bij het kleinste boek. Kijk eens goed naar de boeken. Welk boek denk jij dat het kleinste is? Welke is het kleinst? Dit boek, hè? Deze leg ik helemaal aan de linkerkant. Dit is het kleinste boek. Dan gaan we nu kijken naar het grootste boek. Welk boek is het grootst, denk jij? Kijk maar goed. Dit boek, hè? Dit is het grootste boek. Deze leg ik helemaal aan de rechterkant. Nu weten we het kleinste boek en het grootste boek. Dan hebben we nog 3 boeken te gaan. Welk boek is na dit boek het kleinst? Zie jij welke van deze 3 het kleinste is? Deze, dit is het kleinste boek. Leg ik deze hier neer. Houden we nog 2 boeken over? Deze zijn bijna even groot. Gaan we eens vergelijken. Wat is handig om te doen? Ik leg dit boek op dit boek. Kan jij zien welk boek er het kleinste is? Het voorste boek, hè? Leg ik deze ernaast. Zo, nu zou die moeten kloppen. Liggen de boeken nu van klein naar groot? Ja, inderdaad. Goed gedaan. Wil je dit spelletje nou ook thuis spelen? Pak dan 5 boeken uit de kast en leg ze van klein naar groot. Succes!